Hoi en leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe vlog van mij. Ik zit in de auto, ik ben onderweg naar een paard van een lesklant van mij. De eigenaresse zelf is vanwege een operatie nu niet in staat om haar paard te rijden, dus dat ga ik voor haar doen. Het is een halflinger. Daarna gaan we naar Snuitje. Ik weet nog niet wat ik met Snuitje ga doen, maar gisteren heb ik heel fijn om te kunnen rijden. En de dag daarvoor had ik les. Dus ik denk dat ik een vrije dag geef, dat ze gewoon even lekker in de paddock kan spelen en of eventueel een stukje met te gaan wandelen. En daarna dan gaan we naar Weidewormer. Krijg ik les op een paard wat verder opgeleid is. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Ik heb er super veel zin in. Ik ben een klein beetje zenuwachtig. Hoe gaat dat voelen en kan ik dat allemaal wel? En ja, het lijkt me zo gaaf, maar ook, ja, ook alweer heel spannend aan de andere kant. Weidewormer ligt niet zo ver van Amsterdam, we komen er langs. Dus daarna dan gaan we daar nog een moskee bezoeken, wat een hapje eten. En dan even kijken hoe dat we de dag gaan afronden. Maar ik zie jullie zo bij de halflinger. Hallo! Hey jongen! Ik vind het altijd wel leuk om hier te zijn, want het is een jongveebedrijf. Op fok van jonge koeien. En dan mag je er altijd tussendoor lopen. En het ruikt ook altijd zo lekker naar kuil. Ik zal ze even laten zien. Nou, dit is de stier. Maar is ook een hele lieve stier. Oh, ja. Hallo, kleintjes. Ze zijn zo schattig. Hier? Ik ben klaar met rijden. Ik had helaas geen handen vrij om nog te filmen. Ik moet mijn batterij ook een beetje sparen voor vanmiddag. Dus geen rijden te filmen, sorry. Maar we hebben het goed afgesloten. Tristan die is een beetje ondeugend. Dus we moeten elkaars regels nog een beetje leren kennen. Maar ik ben tevreden. We zijn in ieder geval beter geëindigd dan dat we zijn begonnen. Ik heb het idee dat hij weer wat heeft geleerd. Dus dat is altijd de bedoeling van training. Nou, Snuitje staat in de paddock samen met Elonia. Dat is de zwarte die hier vooraan staat. Snuitje verstopt zich achterin. Kijk, nu gaat ze weer naar die kant. Het is achter Elonia staan. Ze zijn een beetje aan het rondscharrelen. Het is wel lekker zonnig vandaag. En ik ben even aan het lunchen. Twee oliebollen met een flesje karnemelk. Nou, we rijden op de A1. We zijn onderweg naar Weidewormer. Waar ik zo meteen les ga krijgen van Elise Buiten. We zijn aangekomen bij Weidewormer en ik ga nu zo meteen lessen op deze grote vriend. Dan moet hij nog iets. Oh ja. Echt in de middenstap uit. Klein te los, hè? Ja, probeer gewoon een arbeidsstap in verbinding eruit te stappen. Want je gaat eruit en steekt twee handen naar voren. Thank you.
Hier nog meer toeschouwers. We zijn nu naar een andere moskee op weg. Even kijken hoe het daar is. We zijn nu in de Noermoskee. Zoals ik zei, een paar straten verderop. Het is een heel schattig klein moskeetje. Ik was even een beetje zoeken. Maar uiteindelijk heeft de lieve oude opa ons binnengelaten en wegwijs gemaakt. We zijn nu klaar, dus we gaan er weer vandoor. Oké, we hebben net een super lekkere tagine gegeten. En we hebben nu een toetje. Cheesecake. En wat heb jij nog weer? Coffee Tirol. Oh ja, iets Frans. Maar het ziet eruit als een bossenbol. Jullie kunnen me niet zo goed zien. Ik zit weer in de auto. Het is inmiddels al avond. Ik heb Cindy zojuist afgezet. Ik ben nu bijna thuis. Ik heb een hele leuke dag gehad. Ik ga thuis lekker de filmpjes op de computer zetten. Ik ben wel benieuwd hoe ik eruit zag op het paard waar ik vanmiddag op heb gelest. Even de rotonde nemen. Zo, even sturen. Ja, moe maar voldaan. Superleuke dag gehad. Ik ben geïnspireerd. Ik heb zin om morgen op snuit te gaan rijden. En fijn om te voelen dat een paard zo fijn aan de hulpen is en netjes rechtgericht. En ik heb echt weer wat geleerd vandaag, dus daar ben ik wel weer heel erg blij mee. Ik wil jullie hartelijk bedanken voor het kijken van deze vlog. Ik hoop dat ik nog meer leuke vlogs voor jullie kan gaan maken. Maar voor nu dank je wel. En nog een fijne dag met wat je ook gaat doen. Ik ga in ieder geval lekker naar huis, uitrusten en morgen weer een dag. Doei!